Sint-Nicolaas is naast de beschermheilige van kinderen ook de patroonheilige van de zeelieden. Volgens een van de legendes was Sint-Nicolaas op weg naar Jeruzalem toen het schip waarop hij voer door een storm werd overvallen. Het leven van de bemanning en de passagiers kwam in gevaar. Een van de zeelieden klom de mast in om het touw strakker te maken en kwam dodelijk ter val. Sint-Nicolaas beval de storm om te gaan liggen, waarna het noodweer ten einde kwam. Hierna bad Sint-Nicolaas voor de dode zeeman en kwam deze op miraculeuze wijze weer tot leven. Een andere legende vertelt over een schip dat aan de kust van Turkije door noodweer in moeilijkheden kwam. In hun wanhoop riep de bemanning Sint-Nicolaas aan. Deze verscheen op het dek en maande de storm tot kalmte. Hierna kwam het schip veilig in de haven aan.